Hallo allemaal en welkom bij dag 11 van papier 31. Excuses voor mijn stem, ik ben wat verkouden, dus ik klink een beetje anders dan normaal. Maar vandaag wil ik graag verder gaan met de kaart waar we gisteren mee begonnen zijn. We hebben gisteren een leuke techniek gedaan waarbij we de kaart is met embossing inkt en poeder een laagje hebben voorzien en daarna met de sponsjes hebben we de achtergrond ingekleurd. En nu gaan we daar een leuke versiering op maken. En daarvoor maak ik gebruik van deze stempelset. Ik heb hier een klein stickertje op geplakt. Want dat wil zeggen dat deze binnenkort uit het assortiment verdwijnt van Stamping Up. Maar dat hij nu nog te krijgen is. En er zitten dus verschillende bloemetjes in. En die kun je combineren met een pons. Maar dat ga ik in principe voor de eerste techniek niet doen. Ik kies dit bloemetje uit. En dan zal ik eerst even laten zien wat er zou gaan gebeuren als ik op de standaard manier deze zou stempelen. Want ik wil eigenlijk een soort clustertje van bloemetjes wil ik op dit kaartje. Dus dan begin ik bijvoorbeeld met deze. En als je dan eroverheen gaat, dan zie je dat er allemaal overlappingen ook ontstaan. En daar wordt het in principe wat drukker allemaal van. Je kunt de lijnen niet meer goed zien. Dus wat gaan we doen? We gaan maskeren. En met maskeren bedoel ik dat we een gedeelte van de stempel gaan we afplakken. En daarvoor gebruik ik geeltjes, post-its. En het gedeelte waar het plaksel zit, dat is het gedeelte wat ik graag mijn bloem zoveel mogelijk bij de rand wil. En dan pak ik eventjes een paar blaadjes. En dan ga ik die tegelijk uitknippen. Dan heb ik meteen een paar maskers namelijk. Nou, dit gedeelte zal eventjes versneld worden afgespeeld. Nou, zoals je ziet heb ik nu dus drie maskertjes. Er is trouwens ook speciaal van dit materiaal. Dan is er over de hele achterkant zit een plaksel. En dat is eigenlijk nog beter. Maar omdat de meeste mensen dit wel in huis hebben, gebruik ik deze. Dus ik heb nu drie maskertjes. Ik pak mijn kaartje erbij. En mijn stempel. En ik ga weer aan de slag. Nou, de eerste heb ik gestempeld. Dan pak ik ook een masker pak ik erbij. Dan moet ik even wel goed kijken hoe ik die hier op moet plakken. En het is dus niet zo erg dat één gedeelte nu niet plakt. Want je gaat in principe recht naar beneden en weer omhoog met de stempel. Dus dan doe ik de tweede. En ik kan dan ook meteen de derde doen. Dan gebruik ik mijn andere maskertjes. Dan pak ik dit masker weer op, voorzichtig. En die plak ik over de bloem die ik net heb gestempeld. Voor de allerlaatste bloem. En omdat je toch wel een klein, ook al is het niet zo heel dik, je hebt toch een klein laagje hier, moet je de stempel wel goed toedrukken. Dat de inkt overal komt. Nou, nu komt het leuke, want nu gaan we de kleine bloemetjes weghalen. En zoals je ziet heb je nu een prachtige cluster. Even ter vergelijking. Zonder masking. En met mask. Nou, morgen gaan we deze weer inkleuren op een hele leuke manier. Maar ik zal nog even een techniek laten zien met de masking. En ik ga hier in dit geval rechtstreeks op mijn kaart werken.
En ik pak dezelfde post-its erbij. En die plak ik horizontaal, of in ieder geval, ik maak een soort horizon hier. Moet natuurlijk wel een beetje recht. En dat is het begin. En dan pak ik in dit geval pak ik een van de andere bloemetjes erbij. Een wat bloemetje die wat dichter is. Pak ik er twee. En dan pak ik ook even twee verschillende kleuren. Pak even twee vrolijke kleuren. Peekaboo Peach en Berry Burst. En dan maak ik mijn eerste stempel. Dan doe ik hier en ik ga dus een beetje over de rand van de blaadjes ga ik heen. Pak ik mijn andere stempel. Nou, dat is laag 1. Blaadjes pak ik eraf. En dan plak ik ze voorzichtig aan de andere. En tenslotte nog deze. Haal ik de blaadjes eraf. En nu zie je, nu heb ik een soort randje gemaakt. Dan ga ik hier in het midden een leuke tekst stempelen. En dan heb je een ontzettend leuke kaart. En daar zal ik nog even wat voorbeelden van laten zien die ik al van tevoren had voorbereid. Ik had bijvoorbeeld deze. Maar die stempelset is niet meer te krijgen. Dus daarom heb ik me even uitgewisseld met die. En met een lijntje erbij ook nog. Dus masking kun je dus op verschillende manieren gebruiken. Je kunt het dus gebruiken om stempels achter elkaar netjes te doen. Of je kunt het gebruiken om gedeeltes af te schermen om op die manier ook een hele leuke kaart te maken. Bedankt voor het kijken en tot morgen!